Yo, kijkers, welkom bij een gloednieuwe video. In de vorige video gingen we een huis bouwen, net zoals deze. En vandaag laat ik je zien hoe je een geheime kamer kan maken. Ja, sinds de corona maak ik meer tutorials dan normaal. Kijk, dit is de poort. Je hoeft er geen deuren te plaatsen, want anders is je niet meer geheim, hè? Je pakt de borden en een schilderij. Je denkt misschien, waarom? Nou kijk, je plaatst twee schilderijen op elkaar. Pak dat schilderij, plaatst op de schilderijen. Wacht, ik moet even laden. Ja. Oh, ze zijn onzichtbaar. Alleen, je moet ze natuurlijk wel zien. Oké, goed. Maar, ja, je moet gewoon schilderijen plaatsen. En dan, daarachter, kun je dan een geheime ingang plaatsen. En dan ziet het eruit alsof er gewoon een mooie schilderij hangt. Maar dat hangt er niet. Dus dan heb je gewoon een geheime kamer. In de volgende video laat ik jullie zien hoe je met redstone kan omgaan. Ook al begrijp ik nog steeds niet hoe dit niet werkt. Maar ja, zo maak je nou eenmaal. Het werkt niet. En omdat deze video nu een klein beetje kort is, laat ik jullie ook zien hoe je naar de Ender Dragon kan gaan. Hoe je het portaal in je eigen wereld kan maken. Je hebt maar twee dingen nodig. Het End Portaal blok en het Ender Oog. Je plaatst ze in een rijtje van drie. Net zoals dit. Blijf in het midden staan. En vul ze met het enderoog. En je moet in het midden blijven staan. Anders lukt het niet. Kijk, ik heb in het midden gestaan. Ik bouw hem nu even opnieuw. En dan laat ik zien wat er gebeurt als je niet in het midden staat. Dan gaat hij dus niet aan. Nou, ja. En voor degene die heel slecht zijn in survival en een paar diamonds nodig hebben, gebruik dit. / give apenstaartje B. Oh, B. Diamond. En tada, een diamond. En voor mensen die het niet mooi vinden, als je gewoon deze lichten moet plaatsen, daar bestaat ook iets voor. Dit. / give apenstaartje P light block 25. Dan krijg je 25 van deze lichtblokken die heel goed werken. Kijk, ploep, ploep. Verlicht zo je dorp. En maak daarmee ook wat leuks. Like deze video als je wat hebt aan deze dingen. Alleen zal ik jullie nu alvast één dingetje van redstone laten zien. Doe een duimpje omhoog van wel en een duimpje omlaag van niet. Ik gok dat het een duimpje omhoog wordt, dus ik laat het zien. Je hebt dit. Je pakt dit. Redstone natuurlijk. Je pakt een hendel. Je pakt kleefzuigers. Je pakt een blok. Het kan dit blok zijn.
een houten blok, dit stenen blok of dit blok. Je mag zelf kiezen welke van de drie. En je hebt een normaal blok nodig. Dus ik laat het nu even zien. Ja? Onthoud dat er altijd 4 blokken tussen zitten. Oh. En ze moeten naar elkaar toe. Dit. En dan doe je zo. En zo. Kijk maar goed, want misschien heb je hier later wat aan als je een goed beveiligd huis wil hebben. Oh, ik was vergeten, altijd van buitenaf doen. Anders gaat het helemaal fout. En, oh, tadaa, heb je een eigen deur. En als je het een beetje secret wil houden, vanaf de binnenkant dat ze niet stiekem de hendel open kunnen doen, plaats dan een paar blokken voor en kijk. En als je geen blokken hebt, dan zou ik deze even weg. Dan kan hij dit doen. Kan hij hem openmaken. Da-da-da. Dus als je het nog meer beveiligd wil hebben, plaats dan deze blokken erbij. Hopelijk hebben jullie genoten van de video. Tot de volgende keer. Alweer. Tot de volgende keer alweer.